net cement erin gestort, zoals jullie zien. Ja. Dit is een lange broek, dat zeg ik maar even. En ik ga reclame maken, maar ik word niet gesponsord. Nee. Een lange broek. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Het is vandaag de 29ste van de 11e 2023. En we leven alweer reeds om 13:35. Ik ben net bovenaan het werk geweest. Ik heb weer een wasmachine draaien. Ik heb wasgoed bij elkaar gescharreld. Oudje wafel. Mooi. Maar ja, ik ga zo meteen even dan met de hondjes uit daar. En dan gaan we naar, gaan we de stad in, want ik moet boodschappen doen, hè. Ja, ik heb helemaal geen zin, maar het moet toch. Want ja, weet je wel, Peter, dat raak je ook in je huizen kwijt. Dus ja, dat moet je toch wel weer aanvullen, hè. Maar ja, het is in ieder geval momenteel droog. Laten we het hopen dat het ook zo blijft. En ik... heb hier ergens een piekje omhoog staan. Ik irriteer me er mateloos aan. Ja, ik weet niet. Het is net alsof ik, ja... Het zit hier ergens. Maar ja, maakt niet uit. Laat maar overeind staan. Ik ga dus met meisjes lopen. En daarna ga ik boodschappen doen. En ja, die gaat gewoon mee, hè. Zoals gewoonlijk. Maar ja, die staat op 85. Waarom staat die normaal op 85? Omdat ik vannacht weer niet geslapen heb. Ja, ken je dat? Ben je ook zo moe? En slapen is er niet bij. Ik kan niet slapen, is nog zo. Met andere dingen. Ja, dan kom je ook weer later uit je bed. En dat wil ik niet. Nee. Maar ik ben wel blij dat ik nu boven weer een wasmachine heb draaien. Dan is dat maar weer gedaan. Ja. Dus, maar in ieder geval, ja, die is ook met 3 kwartier klaar. En dan kan het de droger in wat de droger in moet. En anders kan het op droogrek, moet ik het droogrek weer leeghalen als dat de meeste droog is. Ja, en anders zien we het wel, doe ik het morgen. Het hoeft niet alle minuut op cel en sprong. Laten we vaker een nacht erin zitten en dan de volgende dag, weet je. Ik blijf niet lopen, want dan krijg ik ook met mijn rug weer problemen. Dat moet je niet willen, nee. Ik zou nog wat zeggen, ik weet het niet meer wat. Ik weet het niet meer. Nee, ik weet het niet. Ja, ik hoor wel momenteel steeds heel veel straaljagers in de lucht. Wat dat betekent heeft, ik weet het niet. Normaal maar 1 keer in de zoveel tijd dat er straaljagertjes overheen vliegen. En dan om iedere keer om dezelfde tijd. En dat is meestal tussen de middag. Maar nou, op de gekste tijden wat ik niet gewend ben. En zelfs s'avonds. Oh, wanneer je nog eens een keer met je hondjes even loopt voor je gaat slapen. Dan vliegen ze nog over. Dan denk je, ja wat? Wat is er aan de hand daarboven? Weet je, want je ziet niks. Nou ook, het is grijs en grauw. Nou, dan zie je er niet doorheen wat er aan de hand kan zijn. En dus ja, we hopen dat alles goed gaat komen. Ja toch? Ja. Ik heb gisteren wel goed nieuws gehoord, maar dat hou ik nog lekker voor mezelf. Eerst zien, dan geloven, zeg ik er dan bij. Want dat is heel goed nieuws, wat de hele wereld eigenlijk aangaat. Maar ik zeg op mijn beurt, eerst zien... dan geloven. Ja.
Dus, ja, dat dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ga gewoon genieten en doe je ding. Als je de kerstboom nog niet hebt staan, zet je hem wel vast neer. Of je nou dat te vroeg vindt of niet, maakt niet uit. Het is wel gezelliger, dat kan je toch zien bij mij. Maak de boel gezelliger en warmer en knusser. Noem maar op. Ja, ik vind van wel. Hé, ja. En mijn meisjes, hè. Ja. Enkel die kleine, nou die kunnen bekkie niet houden. Zodra je die naar buiten doet, is het... Gaat het een keer als ik weet niet wat. En waarom? Ik hoor niks en ik zie niks lopen. Want ik kan door een keertje en ik schaduwen zien, of voeten zien, of pootjes zien. Ik zie dat niet, want ik zie nou ook de straat, zeker stoep. He, maar je ziet niks, dus ja, je hoort niks, ook niet wanneer ik die deur open doe, je hoort niks. Maar oké, een raar beestje in ieder geval. En ik ga mijn buialarm er even bij halen, want er komt daar een schip met zure appelen aan vanaf zee. Daar zeg je u tegen, maar of er wat uitkomt is vraag 2. Dan gaan we even bekijken. Nou ja, een heel klein piekje. Dat is niet noemenswaardig. Nee. Maar ja, het is wel koud. Ja, echt. Het is wel koud. Dat gaan we ook even bekijken. Het staat 3 graden op. Even. Dat doe maar. Nou, dat duurt lang dit keer. Ja. Hij zegt, voelt aan als 0. Wat ik het boven vroeg, was het 4 graden. En toen zei ze dat het min 1 was. Ik denk, ja, dat wordt het boeah. Het is niet lekker wat dat dan gaat. Maar ja, daar kan je toch niks aan doen. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Houd ook voor jezelf in de gaten dat je weet dat je je eigen warm aan moet kleden of niet. Kan je er tegen, ja, dan ga je er van mijn part maar in je korte broek er doorheen. Ja, ik zie ze hier ook nog wel lopen met korte broeken. Oh jee, en dan. Moe! Dan zeg ik hier ook, die is gek, loopt in zijn korte broek terwijl ik het te koud heb. Ja, en dan winterkleding al aan heb. Ja, nou ja, winterkleding. Kijk, dit is maar een dun dingetje, heel dun. Dat is dat jurkje wat ik toen met Karin samen heb gekocht bij Kik. Maar die hals, die is mij te laag voor in de winter. Of je moet een goede sjaal hebben, dan kan het. Maar ik denk, ik doe lekker een kooltruitje door mij onder. Want truien, ik weet niet wat het met truien is, maar als je een trui koopt... Deze heb ik ooit bij C&A gekocht. En dat was echt een hele mooie trui, het is nog wel mooi qua kleur. Maar de rand van onder... Die krult altijd op. Zo heb ik ook eigenlijk nog een tuniek jurkje. Dat is eigenlijk ook van, ja, dat het machinaal gebreid is. Maar ook die onderkant, dat krult omhoog. Dan moet je iedere keer persen. En dan nog, dat helpt je niet, want het krult even goed weer omhoog. En dat vind ik zo zonde. Want het kost wel een smak met geld, weet je. En ik denk, ja, kunnen ze daar niet iets op vinden dat het niet omkrult? Ik weet het niet, maar... Ik ben ook maar een leek. En breien ken ik niet. Ja, daar komt niks aan terecht. Van het hele breiwerk niet. Je moet er één af laten glijden. Maar je laat er meer af glijden. Ja, nee, dat lukt me niet. Net zo min als haken. Dat, nee. Maar in ieder geval, dat is een heel ander verhaal. Maar ja, ik denk lekker warm, lekker behagelijk. En als ik zo de deur uit ga, nou, nog een vest aan. En ja hoor, ik kleed me lekker warm aan. En dat moeten jullie ook doen als jullie lekker naar buiten gaan. Gewoon warm aankleden. Dan gebeurt er ook niks. Ja toch? Nou, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doet me de lach. Gaan wij hier ook aan deze kant doen. En ik hou ook nog eens een keer mijn fatsoen. Tot later. Ja,
net cement erin gestort, zoals jullie zien. Ja. Helemaal toppie. Geweldig. Dus ja, dat dus. Maar het is koud zonder handschoenen. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. We zijn weer thuis. En veilig en wel. Ik vond het net wat leuks. Ja, er zit zeker nog wat troep aan. Van bescherming, spul, weet ik veel. Het is wit. Maar ja, gooi je soms ding weg. Moet wel van mijn vinger afwillen. Deze klokken vind ik leuk. Maar daar wil ik ook nog wel weer lichtjes in hebben. Wat je eromheen kan doen. Ja. En wie weet dat ik hem dan op de achterkant van de booster kan doen. Maar dan moet ik eerst helemaal naar de actie, want ik ken hier geen liggen. Ja, misschien bij de Xenos nog. Daar ben ik nog niet geweest, want die sluit al heel vroeg, 5:30 al. Nou, daar kom ik niet meer naartoe. Ga ik daar even kijken. En dat kennen we wel af. Het is gewoon vergaren, een touwtje. Moet je ermee? Twee keer niks. Nou, dat knippen we eraf. Ja, die hek was nog een dubbeltje, maar ik heb niks over te betalen. Neem me mee. Nou, oké, dankjewel. Ja. Ga jij even fietsen stelen? Dat komt uit het scheur vandaan. Dus, voilà. Dat is uit de schuur. En dat komt straks. Oh ja, er zit ook wat bij de granule. Dat is 1. En dat is 2. Dat is iets anders. Wat ik elk jaar weer doe. Laat lichtjes. Maar dan moet ik ook weer batterijen bij hebben. Ja, dat komt ook sowieso naar de Action. En dan kan ik het goedkoper krijgen dan hier in de stad. Dus dan is de Vibra nog duur. Maar het is van buiten. Dus wat denk je waar het in komt? Ja, wat denk je? In de tak. Natuurlijk. Ja, in de takken. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En moet het er wel weer in willen. Ik krijg het er nooit niet zo in dan dat het erin zat. Ook altijd zo makkelijk, maar niet heus. Maar 2 maal dus. Ja. Waar heb ik het gedaan? Bij... de Vibra. Vibra. Ja. Maar daar is... in, komt ook bij de Vibra vandaan. Ja. Nou, dan hebben we patatje. Ja, dat gaat gelijk in de vriezer. Dat ben ik toch maar weer kwijt. Ontdooit het ook niet. Lalakada. Wat? Zo, vlijt maar weer dicht. Nou, mijn snoepjes. Heb ik al nodig. Ik had niet kwijt hier. Daar. Mijn knabbeltjes. En dan kan dat. Daar. En dan kan dat. En daar. Voilà. Nou ja, een gouden rakker. Een gluutje. En een zoutkaap. En heb ik weer lichtjes, maar die zijn weer goedkoper dan die. Ook wel minder lampjes, geloof ik, of niet? Nee, 120 LED. 120 LED.
Dat is 48. Bij de Vibra was ik 3,49. Wacht even, die 3,49, wat kost deze dan? Oh nee, deze is wat duurder, ja. 4,99. Maar dit is een 48 led. En wat zei, en dit is 120. Dus ja. En ik geloof ook van buiten. Er zit ook zo'n bakje bij. Die waterdicht behoort te zijn. Maar ze zijn er lang niet altijd, hè. Ik heb wel eens een splinternieuwe gehad. Er zat geen rubbertje in. Ja. Er moet wel een rubbertje in zitten. Ja, kom op. Ik wist wel lekker eigenwijs. Ik neem nooit geen schaar of wat dan ook erbij. Nee, waarom wel? Dat je het ook met je vingers kan doen. Met zo. Oh, dat, nee, met een stekker, een buttenstekker. Aha. Ja, dat kan ik ook wel gebruiken, buttenstekker. Ja. Want ik heb toch elektriciteit buiten. Dat is toppie. Dus dat is, ja, zowel van binnen en buiten, maar ik doe buiten. Ah, hier ben ik wel blij mee. Daar ben ik blijer mee dan eigenlijk die batterijen toestand. Maar ja. Als je alles van tevoren weet, is rijk worden geen kunst, zeg maar. Hè? Ja. Zo, dat is mijn kerstverlichting erbij. Dan heb ik een tube. Currysaus in plaats van een fles. En ik heb iets wat anders genomen. En dat is 99 cent. Gewoon lekker fris. Yogo mild. Oftewel, dat is van yoghurt gemaakt. Maar het is voor bij je patat en op een broodje, weet ik veel wat. We gaan het gewoon merken, 99 cent. Nou ja, wie doet je wat, weet je? Ja, lekker hoor. Nee, die kan niet. Nee, laat daar maar. Dan heb ik nog een setje met kaarten gehaald. En ik moet er sowieso nog eentje schrijven, want ik ben... Het beste paard van stal vergeten. En dat neem ik me zeer kwalijk. En dat is wel mijn langste surrogaatzusje die ik al heb. En dat is Wilma. Uit onze geweest buurvrouw. Deze was ook zomaar hartstikke spotgoedkoop. Normaal is die over de 3 euro. Of net er tegenaan. Dat wisselt dan nog wel eens. Maar nou, onder de 2 euro. Denk ik. Pekent is winter. Ja, toch? Dus, hoppata. En jij gaat daar ook even leggen. Want die bak heb ik nodig. Hoppa. Hoppa. Nou, we beginnen met de kaars. 2 kaars, rood en groen. Oftewel een rode sticker en een groene sticker. Nou, en ik gooi er allemaal zo weer in. En wat ik allemaal heb. Nou, ik heb ook de vleeswaren hier waren niet allemaal, maar sommige waren goedkoper. Ik heb gekookte Gelderse, die was niet goedkoop. Salami was ook niet goedkoop. Grillworst, ja, die eigenlijk wel, maar ik heb er maar één meegenomen. Dan heb ik een snijworst. Dan hebben we 2 keer boterhammenworst. Nou ja, 2 keer, dat wil dat zeggen. Dan is het goedkoper. Gebraden gehakt heb ik ook 2 keer van. En hoe heet het? Blijf maar even staan. Van de boterhammenworst dus ook. Dan heb ik er ook 2 van. En dus, ja, je moet groeien met de riemen die je hebt, zeggen we dan. En wat hebben we nog meer? Even weer kaarsen meegenomen. Maar ja, het is maar 3,5 uur branduurtjes, dus ze zijn wel zo op. En dat vind ik wel weer jammer. Maar wat doe je er al? 2 keer niks. Gaat die even. Hup. Hup.
waarom zijn er mensen die niet fatsoenlijk hun boodschappentas op kunnen ruimen? Ze flikkeren hem ergens neer en blijven de hele week staan of leggen tot wanneer ze hem weer moeten gebruiken. Ruim het op, weet je. Ik kan er zo min tegen. Ja. Dat kan eventjes daar liggen. Dat is privé. Maar dit mogen jullie weer wel weten. Jullie zien het nou, jullie gaan het nou zien, maar jullie vergeten het toch ook weer, denk ik. Ja. Ik ga eerst... Nee. Dan ga ik vanavond, als ik naar mijn bedje toe ga, ga ik dat passen. Ga jij ook eens even weg? Dit is een lange broek. Wat zeg ik maar even. En ik ga reclame maken, maar ik word niet gesponsord. Nee. Een lange broek met glimmetjes erin. Dat zien jullie wel. En wat komt daarop? Even eerst goed zien te versieren. Moet ik vanavond dus wel even passen. Waar zit hij nou? Daar zit hij. Ik zocht de schoudernaad. Ronddraaien en ook naar jullie toe. Nou. Ook natuurlijk een glimmertje, hè? Gewoon lekker nonchalant en toch mooi. Dit keer niet in een lange jurk. Nee. Dus ja, doe ik één keer een jaar. Maar ik hou altijd feestkleding erbij, ja. En dan kan ik het later even goed nog weer gebruiken. Ook buiten het feest, hoor. Ja. Echt, ik ben er blij mee. Echt waar. Ja, nou, ik ga de drank even opruimen en de kaarsen in de bak doen. En ik ga mijn koffie drinken, want ook dat heb ik. En ik heb een telefoontje gekregen, dus ik ga kijken wie dat is. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook toch ook een beetje met mij mee. Doei! Ja, lieve vrienden, helaas is het alweer een latertje. Ja, dus ik blijf er lekker op. Ja, want ik ben niet moe te krijgen nu, dus ja. Ik weet niet wat ik een keer, maar een beetje kriwitisch. Ik kom nou ook net binnen, uit de kou vandaan. Het is 0 graden hier. Ja, op de auto legt wat ijs. Ik ben lekker even met de meisjes wezen lopen, dus ja, helemaal fijn. Maar ik wens jullie toch allemaal wel te rusten. En als ik al moe word, nou ja, dan heb ik ook nog een bank. Die legt ook goed. Kijk daar even beleggen. Kijk altijd nog even een uurtje slapen. Want ja, ik heb vandaag druk. Ik heb een hoop te doen. En ook komt mijn begeleidster Cindy weer. En natuurlijk komt Willy Wil wel weer. Dus ja. Druk. En nog eens druk. En jullie moeten aan de lader. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. En waarom zeg ik dat? Omdat gewoon God, die houdt over ons de wacht. Ja, dat weet jij, dat weet ik, dat weten we allemaal. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant. Doei!